Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes en vandaag gaan we een beginner workout doen. Je hebt nodig alleen een matje, verder helemaal niks. Qua stabiliteit is het wel fijn als je schoenen aan hebt. Verder, ik start de warming up. We gaan 1 minuut eventjes warming up en dan leg ik je alles uit wat we gaan doen in deze workout. En dan gaan we lekker aan de slag. In totaal zijn we ongeveer 20 minuten bezig. Oké, de warming up. Je mag komen in een looppas. Of als je zegt, nou, ik wil wel ietsje meer, dan mag je een lichte jog doen. Kies zelf. Ik kwam erachter dat ik al best wel heel lang geen beginner workouts heb gemaakt. Echt pas 2 in het afgelopen jaar of zo. En dat er 1 workout ontzettend populair is. Maar ik heb er maar 1 van. Ik heb er nooit meer gemaakt. En we gaan vandaag werken daarom aan vetverbranding, buik, billen en benen. En dat is denk ik wat we allemaal willen. Tenminste, ik vind dat een hele fijne training. Oké, ga nog 20 seconden door. We hebben 9 verschillende oefeningen die we elk 2 keer gaan doen. We zijn een minuut bezig per oefening en we hebben 5 seconden de tijd om door te draaien. Oké, als het goed is, word je al een beetje warmer. Een iets langere warming-up is aan te raden, maar dat doen we vandaag niet. Kun je altijd zelf doen als je dat fijn vindt. Oké, we gaan gelijk beginnen met oefening nummer 1. Ik zet zoals altijd de timer. De eerste oefening, ik ga hem gelijk even uitleggen. Je komt breder staan dan normaal, met je voeten een klein beetje naar buiten gedraaid. En dan maken we een sumo squat, dus naar beneden en omhoog. Oké, 5 seconden dus de tijd om voor te bereiden en dan gaan we beginnen. Kom wijd staan, tenen licht naar buiten en een zak naar beneden en op. Beweeg in je eigen tempo. Je hoeft nooit zo snel of zo langzaam als dat ik ga. Kijk wat jij wilt. Wat ik in deze oefening heel belangrijk vind, is dat je billen goed naar achter gaan. Dus je knieën gaan niet naar voren, je billen gaan naar achter. Verder is je buik goed aangespannen en je rug net zo recht als dat die normaal is. Dus heb je van nature een holle rug, dan mag je hem licht hol houden. Maar nooit holler dan dat hij normaal is. Heel goed. Probeer nu eens actief je billen aan te spannen als je omhoog gaat. Dan pak je nog weer extra je billen mee. Hierna gaan we door naar de oefening voor de vetverbranding. En zo wisselen we telkens af met een krachtoefening en een oefening voor de vetverbranding. Nog 8 seconden. Kom op, kom op. Hierna hebben we dus eventjes 5 seconden de tijd om bij te komen. Oké, 5 seconden. Daarna brengen we de elleboog naar de knie. Let op. Elleboog, knie. Elleboog, knie. Telkens omwisselen. Heel goed. Hoe hoger je knie, hoe pittiger natuurlijk. Dus red je het niet, dan doe je het op deze manier. Pas hem aan je eigen niveau. Doe je helemaal met mij mee, dan is dit niet een ultieme beginner workout. Ik zou dan zeggen, nou, wel ietsje hoger dan compleet beginner level. Heel goed, maar je kunt het dus heel goed zelf aanpassen. Wil je nog meer, dan kun je er een klein hupje van maken. Dus bepaal zelf. Ben jij een gemiddelde sporter die deze workout is gaan doen, maak dan even een hupje. Heel goed, 15 seconden. Keurig. Natuurlijk mag je ook weer langzamer gaan of sneller dan wat ik doe. Hierna pakken we het matje erbij. 1, heel goed. Oké, pak je matje en je komt erop liggen op je zijkant. Op je zijkant, ja, op je zij. Je ondersteunt je hoofd, andere hand is hier. En been gaat omhoog en naar beneden. Deze oefening heb je vast wel eens gezien of gedaan. Ik zelf hou mijn voet altijd ontspannen. Dus ik trek hem niet naar me toe, maar ik ga hem ook niet extreem punten. Deze is voor je heup, zijkant, billen. Hele fijne oefening vind ik het. Je voeten liggen ietsje voor je. Oké, andere kant gaan we doen. Dus niet helemaal gelijk aan je lichaam, maar ietsje naar voren. Het gaat er niet om hoe hoog je komt, maar het gaat erom dat je die spanning voelt. Heel mooi, heel mooi. Keurig hoor. Hierna komen we weer staan. En dan doen we weer een oefening voor de vetverbranding. 5, 4, 3, 2,
1, oké, kom staan. Wat je gaat doen is een beetje laag zitten en uittappen. Laag zitten, waarschijnlijk voel je het in de zijkant, want die hebben we net ook al gepakt. Dat heb ik natuurlijk expres gedaan, maar dat vertellen we niet door. Ook weer, je buik aangespannen, je rug recht. Heel goed, tap uit, tap uit. Wil je ietsje meer, dan ga je je armen meenemen. Tik, tik. Ook weer, hoe sneller, hoe pittiger. Dus pas aan je eigen niveau. Doe gerust een stapje terug. Maar als je merkt van, hey, ik doe deze workout vaker en het gaat steeds beter, doe hem dan natuurlijk ietsje sneller. Heel goed, blijf laag zitten. Voel die billen al een beetje branden. Hierna pakken we het matje weer. 4, 3, 2, 1. Heel mooi. Oké, pak het matje. We komen erop zitten. Heel goed, je leunt een beetje naar achter. En je draait in van de ene naar de andere kant. Houd je rug recht en je borst naar voren. Is dit te zwaar voor je, dan kom je iets meer overeind. Helemaal prima. Kijk gewoon wat jij kunt. Laat je voeten op de grond staan. Dat is wel fijn voor je onderrug. Vind jij dit veel te makkelijk? Wat ik me niet kan voorstellen. Maar dan mag je je voeten van de grond doen. En hem op die manier doen. Maar dit is een beginner workout. En sowieso voel ik hem vaak fijner in mijn buik en minder in mijn rug. Als ik mijn voeten op de grond laat staan. Heel mooi. Kom op hoor. Nog 10 seconden. Hierna komen we weer staan. Laatste paar. 2, 1. Heel mooi. Kom staan. Oké, let op. We doen een sidestep. Ik druk ondertussen met mijn billen de kast open. Heel goed. Maak hem klein. Als je het licht wilt maken, maak hem zwaar als je het groot wil hebben. En nu gaan we 10 seconden dribbelen. Kom op, zo snel mogelijk. Rechte rug, span je buik. Dribbel, dribbel, dribbel. 2, 1 en dan weer sidestep. Heel goed, wil je dit zwaar maken, dan neem je je armen mee. Maar dat hoeft niet. 2, 1 en dribbel. 10 seconden om 10 seconden doen we dus. Kom op, dribbel, dribbel, dribbel. 4, 3, 2, 1 en sidestep. Kom op, kom op. Hij gaat goed hoor. 2, 1, dribbel. Keurig. Hierna pakken we weer het matje. Dan gaan we aan de billen werken. 2, 1, heel goed. Pak je matje. Kom zitten op handen en knieën. En dan doen wij donkey kicks. Wat je gaat doen is omhoog, terug, hoog, terug. Plaats in gedachten je voet tegen het plafond. Op, terug. Heel goed. Lekkere oefening voor de billen dit. Ga niet meer helemaal naar beneden. We werken in kleine stukjes. En duw zo hoog mogelijk. 5, 4, 3, 2, 1. Andere been. Op. Kom op hoor, goed hoog. Probeer je buik te blijven aanspannen. Je rug niet te hol te trekken. Heel mooi, heel mooi. Hierna komen we weer staan. 10 seconden. Laatste paar. Oké, kom staan. Nog 1 oefening voor de conditie van dit rondje. Oké, let op. Rijk uit, rijk uit. Rijk hoog, rijk hoog. Super, als je kunt, 2 armen. Ene kant, andere kant. Je draait ook gelijk een beetje in. Dus je werkt ook gelijk een beetje aan je buikspieren. Kom op. Span je buik goed aan. En kijk eens of je hem mee kunt nemen in de beweging. Dat je dus ook je buikspieren gaat voelen. Doordat je hem zo aanspant.
misschien vaag, maar ik hoop dat het op een gegeven moment gaat lukken. Kom op, 20 seconden. Hierna nog één oefening. En dan zijn we klaar met ronde 1. Hij gaat super goed hoor. Zes, vier, drie, twee, één. Heel goed. Kom liggen. We doen een leg lift. Handen gaan onder je billen. En wat je gaat doen is je benen naar beneden laten zakken en weer omhoog. Benen langzaam naar beneden en omhoog. Is dit te pittig voor je, dan buig je je knieën een beetje. Dan wordt die makkelijker. Dus kijk wat jij kunt. Houd je rug vooral recht. Ik wil niet dat die holler wordt dan normaal. Dus goed je handen onder je billen houden. Ben je nou heel sterk in je buik, dan mag je je handen onder je billen vandaan houden. Maar ook bij mij gaat dan heel snel mijn rug hol. Dus ik doe dat niet. Keurig. Nog 20 seconden. We zijn bijna toe aan ronde 2. Keurig hoor. Hou vol, hou vol. 8, 7, 2, 1 en kom maar staan. We beginnen weer met die sumo squat. Dus hand of voeten een beetje uit elkaar. Zak naar beneden en op. Ik gebruik mijn handen als tegenwicht. Keurig. Goed je billen naar achter. En op. Kom op. Probeer je billen aan te spannen als je omhoog gaat. Super, super. Zet door hoor, zet door. We gaan echt onwijs goed. Een halve minuut. Hierna nog 8 oefeningen te gaan. Nog maar 8 minuutjes werken. En dan ben je er. Je kunt het, kom op. 15 seconden. Goed laag. Billen naar achter, knieën niet naar voor. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Oké, 5 seconden rust. Ik wil al gelijk beginnen. Elleboog, knie. Komt-ie. Kijk dus weer hoe snel jij het kunt. Hoe hoog je kunt komen. En pas het aan. Aan je eigen niveau. Ook deze heb ik gekozen omdat we de buikspieren een beetje meenemen. En het was tenslotte buik, billen, benen en vetverbranding. Kom op, kom op. Super, hou vol. Nog een halve minuut. Top hoor. Zometeen komen we weer liggen op de zij. En doen we de leg raise of leg lift voor de heupen, voor de billen. Kom op, hou vol, hou vol. Goed, knie hoog. Houd hem hoog. Laatste ronde, dus vlammen nu. 3, 2, 1, heel goed. Oké, kom liggen op je zij. Heel mooi. Liggen, leg lift. Terug. Leg lift. Terug. Probeer eens actief ook weer je bil aan te spannen. En laat hem langzaam zakken. Ga niet te snel bewegen. Juist door geleidelijk te bewegen, span je echt die spieren aan. 3, 2, 1. Andere kant. Kom op hoor. Hij gaat goed. En terug. Op en terug. De rest van mijn lichaam hou ik zo stil mogelijk. Dus ik beweeg zoveel mogelijk alleen met mijn benen. Kom op hoor. Zometeen gaan we weer laag zitten. En uittappen. 3, 2, 1. Heel goed. Oké, kom staan. Laag zitten en tap uit. Goed laag en tap naar de zijkant. Span je buik weer aan
En als je kunt, armen mee, maar voel je niet verplicht. Check eens eventjes of je knieën naar voren blijven wijzen. Of ze niet naar binnen of naar buiten gaan. Kom op, blijf laag zitten. Voel die verzuring in je billen. Gaat goed hoor, halve minuut. Super, super. Laag hoor. Nog 15 seconden. Kom op. 10. Zometeen weer op het matje. Dan gaan we indraaien voor de buikspieren. 3, 2, 1. Heel goed. Kom zitten. En draai in. Een beetje naar achter. Span je buik. Draai in. Draai in. Rustig van de ene naar de andere kant. Houd je buik aangespannen. Kom op hoor, ik ben al lekker aan het zweten. Ik hoop jullie ook. Bedenk eventjes dat er onwijs veel mensen met je meedoen, hè? Dat is altijd zo leuk. Je staat alleen in je huiskamer waarschijnlijk. Of ik weet niet waar je staat. Maar er doen onwijs veel mensen met je mee. Dat is trouwens een leuke vraag voor deze video. Waar sta jij op dit moment? Waar doe je deze workout? Is het in je huiskamer, in je slaapkamer of misschien wel op je werk? Of sommige mensen doen de workouts op hun werk, weet ik. Dus laat het even weten. En dan kun je dus ook hieronder lezen waar de andere mensen de workout doen. En je mag natuurlijk alleen antwoorden als je de hele workout hebt gedaan. Kom op. 2, 1. Oké, kom staan. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Oh ja, sidestep en een dribbel. Komt-ie. Sidestep. 10 seconden. En dan gaan we dribbelen. Oké, daar komt die dribbel. Heel goed. Ik hoop trouwens dat het licht nog oké is. Want volgens mij wordt hij een beetje overbelicht. Ja, sidestep. Als je wilt, met je armen mee. De zon gaat lekker schijnen namelijk. Heerlijk natuurlijk. Maar dat is niet zo goed voor mijn belichting. Oké, dribbel. Kom op. Hou vol hoor, hou vol. 3, 2, 1, sidestep. Keurig, keurig. Zet door. En nog 10 seconden dribbelen. Kom op. Geef alles. Dribbel, dribbel. Zometeen weer de donkey kicks op je matje. 1, oké. Op je matje. En je been duw je de lucht in. Naar het plafond. Oké, daar gaat hij. Omhoog. Omhoog. Ik kijk naar mijn matje. Dan is mijn nek zoveel mogelijk ontspannen. Heel goed hoor. Duw hem weer zo hoog als je kunt. Keurig. Zet door, zet door. 5, 3, 2, 1, andere kant. Kom op, omhoog met die billen, met die benen. Hou vol, hou vol. 20 seconden. Keurig, we zijn er bijna hoor. Hierna nog maar 2 oefeningen. 10 seconden. Hou vol, hou vol. 2, 1, heel goed. Oké, kom weer staan. En we gaan weer reiken naar de ene en de andere kant. Reiken naar de ene kant, reiken naar de andere kant. Maak je lang. En als je kunt, beide benen. Even een leuk weetje trouwens. Ik heb altijd speakbriefjes onder de camera liggen. Dus hier ligt een speakbriefje. Dus ik doe niet alles in mijn hoofd. En ondanks mijn speakbriefje gaat het nog wel eens fout. En meestal deel ik trouwens mijn speakbriefjes op mijn Instagram stories. Dus vind je het leuk om dat een keer te zien? Volg me dan op Instagram. @optimavita. Zou ik sowieso leuk vinden. Hou vol, hou vol. 15 seconden, kom op.
Hierna alleen nog die leg lift voor de buikspieren. Zijn er bijna. Kom op. Rek uit. 2, 1. Heel goed. Oké, kom liggen. Leg lift. Nog 1 minuut. Dan ben je er. Helemaal naar beneden. Houd je rug recht. Houd je buik aangespannen. Laat je rug niet hol trekken. En je handen zijn onder je billen. Dat helpt je om je rug recht te houden. Kom op. Als het weer te zwaar is, dan buig je je benen een beetje. Dat verkleint de hefboom, waardoor die ietsje lichter wordt. Kom op. 25 seconden. Hij gaat goed. We zijn er bijna. Keurig hoor. Laatste paar. Nog 3. En rust. Heel goed. Kom weer even staan. Je hebt misschien de neiging om te gaan of om te blijven zitten of om te gaan liggen. Doe dat niet. Kom eventjes staan. En tik eventjes uit met mij. Gewoon naar de voor of een beetje heen en weer stappen. Doe wat je fijn vindt. Super goed gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef jezelf in ieder geval even een heel groot schouderklopje. Ik raad je aan om nog eventjes door te stappen op deze manier. Een beetje uit te zwaaien, maar daar heb je mij niet meer voor nodig. Ik zal hier in het beeld eventjes een stretch video neerzetten die je zou kunnen gaan doen nu. En dan zou ik zeggen, super gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval heerlijk. Ik heb lekker gezweet. En ik zie je graag in de volgende video. Mocht je verzoekjes hebben voor een workout, laat me weten hieronder. Oké, top gedaan jongens. Doei doei!